is voor heel veel mensen. En ik wil natuurlijk niet mensen pijn doen zonder dat mijn bedoeling is. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik heb besloten dat ik het eruit haal. Ja, nou, ik vind het allemaal gelul. Ja. Ja, we slaan het er godverdomme op. En hadden die slaven niet wat meer te doen dan haren vlechten? Dat is hartstikke veel werk. Ja, dat is wel een heel erg kratje nou, zeg. Ja, maar we zitten er weer in, Jan. Hè? Hoe is het? Ja, lekker vriend. Gaat lekker het Nederlands elftal gewonnen. Ik ben blij. We gaan zo naar de finale. 3 wedstrijden, 9 punten met glansrijk voetbal. Fantastisch. En het komt niet zomaar dat die jongens zo goed spelen. Heeft geen ene fuck met Denzel Dumfries te maken. Het heeft te maken met onze oranje shirtjes, Danny. Ja, want we hebben een update in de shirts. Je kunt nu, hè, je stond voorheen stond oranje, maar nu kun je je eigen tekst erin neerzetten. Bijvoorbeeld mijn naam, of zijn naam, of je eigen naam. Handig. Ja. Wel leuk, hè? Dat als je op een gegeven moment zo ongelooflijk blauw bent van het Oranjefeest en iemand vraagt hoe heet je, dat je denkt, ik weet het even niet meer. Oh ja. Ja, niet. En je bent nog helemaal in de sfeer ook nog. Iemand anders die ook in oranje sfeer was, maar dan in de verkeerde stad, was Tukkertje Lorenzo. Ja, godverdikke. Hebben we net vrede gesloten met die grote walvis, wordt hier elkaar gepeut in Almelo. Ja, we hebben beelden van Tukkertje Lorenzo een dag nadat hij hier was geweest bij de uitzending Nederland-Oostenrijk. En Tukkertje denkt, ik ga feest vieren in Almelo. Hier had hij al behoorlijk veel klappen gehad. Ik had kanker gesloten. Wee yo! Kanker, man. Wees. Jopie! Hé! Hey, ze gooien bakstenen, man. Jopie! Kanker, man. Wee yo, ze trappen. Broers, ze lopen helemaal niet. Het gereden is niet welkom, man. Nou ja, de boodschap is wel duidelijk. Hij is nadat de wedstrijd was geweest, was het op een plein in Almelo feest. Daar was Lorenzo heen met zijn vader en zijn kleine neefje. En omdat men wist dat Lorenzo Twente supporter is, is hij eerst in elkaar geslagen. Volgens is de auto totaal losgeslagen. Maar volgens mij is Almelo toch een verschrikkelijke saaie stad. Gebeurt geen ene reet. En dan zeggen ze Almelo. Zo praten ze toch? En niet wajo kankerje, kankerman. Wat is dat het nieuwe Almeloos dit? Maar goed, laten we even hier wel zijn. We hebben vak P, FC Twente, onze vrienden. De P van Power to the People. Prachtige mensen, hartstikke leuk. Maar waardeloos voetbal, laten we wel zijn. En dan heb je Almelo met Heracles. Dat is toch ook niks? Maar die hebben dus hooligans. Je hebt dus Heracles hooligan. Wat ben jij? Ik ben een Heracles hooligan. Dat is toch... Hoe triest wil je zijn in je leven? Wat ga je dan doen? Sta je met 10 man met een wajo muts op en dan zeg je Heracles hooligan. En gaan ze dan met een tractor ergens heen met een riek, gaan ze dan pas maar op, want wij komen naar Almelo. Wat is dat? Ja, en dan vervolgens dan kijk je Nederlands elftal met z'n allen. En dan komt er iemand die uitgesproken Twente supporter is. Die is dan zowel verstandelijk als fysiek gehandicapt. En die sla je dan helemaal in elkaar. Verschrikkelijk. Dus als je een klootzak bent die dat heeft gedaan, je bent een klootzak. Je moet met je poten van onze Lorenzo afblijven. Maar überhaupt als je een gehandicapt in elkaar slaat. Je bent met 10 man. Hè? Stuig van de regel. Echt stront. Je bent gewoon lager dan stront. Stront is misschien nog wel lekker vergeleken met wat jij bent. Want onze Lorenzo, we hebben hem in ons hart gesloten. Blijf met je poten vanaf. Ja. En dan, weet je wat ik altijd het ergste vind? Dan met z'n allen op eentje. Dan is die jongen inderdaad nog gehandicapt ook, maar met z'n allen op één dan. En dan gaat hij weg. Hij vlucht weg omdat hij in elkaar wordt getimmerd. Stapt hij in de auto van zijn stiefvader. Dan zit zijn broertje van... Zijn neefje van 12, 13 zit daar achterin. Wordt die hele auto in elkaar gemapt. Een soort godverdikke... Black Hawk Down Mogadishu-style was het. Was niet te geloven. Alles in elkaar getimmerd. Wat denk je? Auto ook nog een keer totaal los. Dus dan heb je eerst als stiefvader... Heb je Lorenzo als stiefzoon. Zit er dan niet even lekker mee in je leventje... Auto kapot. En wat doen wij dan?
Ja, we hebben donatieactie op touw gezet. Dat hebben we direct gedaan. We denken, laten we eens wat goeds doen voor Tukkertje. Dat staat dus al op 8500 euro. Ik zou je vertellen dat het ding wat ze die... Almelo, hooligan, Heracles, hooligan... in elkaar hebben gemapt, was nog geen 2 uur gewaar. Dus de familie Lorenzo die gaat er op vooruit. We kregen al een berichtje dat hij toch het liefst een Mercedes had, geloof ik. Nou ja, kijk, die stiefvader die heeft zelf ook een en ander. Die staat ook onder bewindvoering, et cetera. Die stuurde eerst een berichtje. Bedankt, ik hoop dat ik een auto kan terugkopen. En naarmate het bedrag omhoog ging, werd het van een Golf tot een Audi tot een Mercedes. En toen heb ik op een gegeven moment maar met de begeleiding van de renners gebeld. Ik denk, waar dat bedrag uitkomt is natuurlijk fantastisch. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand die de sociale bijstand zit straks in een Ferrari rijdt. Dat had ik wel weer leuk gevonden. Ja, maar dan pakken we er wel roddelpraatstickers op. Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Ik heb met de begeleiding afgesproken dat als het bedrag over de 10.000 komt, dat we daar stoppen. Die 10.000, daar mogen de mensen een auto voor uitzoeken. Sterker nog, we gaan samen een auto voor die mensen uitzoeken. We gaan gezellig mee. En het bedrag daarboven gaat naar een speciaal potje... wat naar de bewindvoering gaat van Lorenzo... wat geïnvesteerd mag worden in Lorenzo's toekomst. Nou, dan zou ik beginnen met een paar zangcoaches te doen. Nee, maar dat zou ik dan mee beginnen. Ik zou een zangleraar voor die uren. Ja, ik denk dat we dan nog een tonnetje bij elkaar moeten sparen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Zie je niet? Goh, kan die man prachtig zingen. En toen kwam er ineens wat los op Twitter. Ik zit niet op Twitter. Dus misschien kun jij vertellen wat er nou aan de hand was. Twitter, daar zijn allemaal mensen met meningen. Want dan zit je niet op Twitter. Dus daar zet je je mening op. En dat mag allemaal. En dat moet je lekker doen. Ik ben ook een heel groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Gaat mij niet ver genoeg. Edoch, je hebt daar allemaal so-called feministes. Dat zijn eigenlijk gewoon hele zure, eenzame vrouwen. Die niets anders hebben dan de hele dag zeiken op mannen. Hè? Ze noemen zichzelf ook vaak antiseksist. Maar mannen hebben het altijd gedaan. He, en dan, ze zijn ook vaak antiracist, maar blanke mannen, dat is het allerergste wat er op de aarde rond kruipt. Enfin, dat soort types, ik noem een Stella Bergsma, Georgina Verbaan en die zure muts van een nicht van mij, Saskia Noord. Stella Bergsma die komt dus op een gegeven moment met een geknipt filmpje van Robbelpraat. Toen jouw zusje hier te gast was, toen lag jij in het ziekenhuis met je Tia Maria Golden Brown, drink it when the sun goes down. Wij hebben hier een uitzending gemaakt. Het was wat seksistisch. Dat klopt. Zeker. Slintje was er ook wel van op de hoogte. Hè? Dat het programma zo is. Dat ik zo prachtig ben. En ze wist ook dat ik dat bij haar zou doen. Maar god, deze zure sloten. Deze getormenteerde huilstruiken. Die hebben een klein knipfilmpje ervan geknipt. En op Twitter geplaatst. En gezegd, wat een schande. Hij is een seksist. Ramp dit meisje aan. Want jouw zus die is 25. Is opeens een meisje, hè? Dat raken ze ervan. Niet te geloven. Dus die Stella Bergsma doet dat. Wie reageert eronder? Natuurlijk dat zure hok van een Saskia Noord. Je moet eens die columns in het AD lezen. Nou, als je daar een komkommer in rolt in die column, is de volgende dag een gurk zo zuur dat het is. In ieder geval, die zet er dus onder. Ja. Had je ook zo moeten lachen als het jezelf betrof of je kinderen, kleinkinderen? Satirisch aanranden van een meisje dat net zo oud is als zijn nichtjes. Nu is Saskia Noord mijn nichtje, dus dat nichtje waar hij het over heeft, is haar dochter. Hoe ziek ben je dan? Aanranden van een meisje, nou dat meisje was 25 en op de hoogte. Dus er was geen sprake van aanranden, er was geen sprake van een meisje. En een godverdomme zeggen dat het net zo oud is als haar dochter. Haar dochter is geloof ik 20. Dus dat komt dan uit die zure pen van zo'n wijf? Er klopt helemaal niks van. Maar wat vooral bijzonder is hè, ze halen dan een oud filmpje omhoog. Daar vinden ze wat van, prima. Maar dat je dan op Twitter met je eigen familielid ruzie maakt over elkaar. Ja, maar deze vrouw die is echt gestoord. Ja, maar is wel familie van jou. Zeker, nee. Dat is een vol nicht. Maar die heeft mij geblokkeerd. Ja. En die wil graag deugen. Die woont in Amsterdamse grachtengordel. Dus die op een dag... was ik slecht? Was ik een slecht mens? Denk je, godverdomme, dat je alles gehad hebt? Nee. Wat gebeurt er? Bart Nijman. Dat is die eikel van Geen Stijl. He? Ja, voor de mensen die man niet kennen, hij is nu de eigenaar van Geen Stijl. De baas. Dat was dezelfde man die ooit vroeg om verkrachtingsfantasieën. Van wie? Van zijn lezers, zijn reaguurders, onder een artikel. En daardoor werd hij toen gecanceld. En weet je door wie? Door deze wijven. Precies deze wijven. En wat doet hij? Hij gaat ze helpen.
dat ongelooflijke vervelende stuk vreten van geen stijl. Overigens is die site helemaal geen klote meer aan. Had er ook mee te maken dat ik wegging. Daarna, vaak dat zag je bij Poont ook. Als ik dan wegga, dan is het eigenlijk een beetje... Zakt alles in. Dan lol er een beetje vanaf. Wat een triestigheid. Het was zelfs zo erg dat er mensen riepen, ik ga aangifte tegen hem doen. Moet je ga je naar de politie? Ja, hallo, ik wil graag aangifte doen van aanranding. Hoe bent u aangerand? Nee, de zus van Dennis Schouten is aangerand op een filmpje. Oh, maar zij heeft zichzelf nog niet gemeld. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik wil dat je Jan Roos oppakt. Dat is een viezerik. Dat zijn mensen met een godverdomme voor het vuurpeloton of wat. Die gingen godverdomme niet zo heel lang geleden voor 7,50 gulden de kelder van de buren leeg laten verkopen. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is hetzelfde soort volk, jongen. Die ging ook naar de politie. Konden ze nog een paar mensen ergens uit achterhuis trekken. Konden ze weer spulletjes kopen. Dat soort lui. Verschrikkelijk. Ik spiegel bij jullie. Overigens, die Bart Nijman, die ongelooflijke paardenlul. Heb ik dat al gezegd? Van geen stijl. Die zeurt ook altijd dat hij geen geld heeft. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik kom een kerel tegen, de regia's in een garage. Die heeft mij helpen het jaarverslag van geen stijl gegeven, ja? Die mensen die maken dus meer dan 1 miljoen per jaar om. En die maken een winst van 120.000 euro. Nadat dus de personeelkosten, en dan hebben we het dus over die twee mensen die daar aan werken, eraf zijn gehaald al. Dus die twee aandeelhouders, die hebben meer dan 500.000 in hun zak gestoken, ja? En die zeggen nu, oh, wil je ons in leven houden? Nou, de groeten. Als je iets in leven wil moeten houden, is het roddelpraat. Roddelpraat, ben ik bezorg. Zo. Maar goed, het bijzondere vond ik, is dat jij reageerde op de tweet van Bart en zei het aspergeboertje. Ja, want Bart is, die noemt hem altijd dat hij gek is. En dat klopt. Hij is gediagnosticeerd hartstikke strontgek. Hij heeft Asperger. Ja. En dat mag niet bekend worden. Nou, bij deze. Het aspergeboertje. Ja. Dan gaan we naar Lisara. Ja. Ja. Die kende jij niet? Die kende ik wel. Oh. Ik wist niet hoe ze heette, maar ik ken wel. Ik moet gewoon eerlijk zeggen, dit wordt een beetje oude vieze mannenpraat. Ja. Dus al die zure huilstruiken van de grachtengordel, let op. Niet na een maand, maar gelijk volgende week hierover Twitter alsjeblieft. Die Lisara is volwassen, neem ik aan. Een jaar of 20, denk ik. 19. Dan wordt het al nog wat smeriger, maar... ja, die is geboren met zo'n goddelijk lijf. En die staat de hele dag met die grote tieten dansjes te doen op Instagram. Ja. Het komt wel eens voor dat ik er naar kijk. Geef het gewoon eerlijk toe. Ja. Ja. Nee, maar ja. Ja. Nee, dat meisje dat danst altijd in BH'tjes. Ja, en die kokosnoten vliegen alle kanten op. Ja, ik hou ervan. Ja. Ja. Ja, het is een soort van jong leren zonder dat ze de handen gebruikt. Ja, heerlijk kind. Maar goed, dat arme meisje doet helemaal niks kwalijk. Die doet helemaal niks fout. Behalve dan dat ze oude vieze mannen dus richting Instagram weten trekken. Maar toen kwam er dus een filmpje binnen van haar. Nou, laat ik maar even zien. Ja, daar gaan we dan. Lisara huilend in de bedstee. Dat deze wereld zo in elkaar zit. Dat zoveel mensen zich zo erg aangevallen voelen door mijn haar. Ik wist van tevoren dat het iets van ophef zou aanwakkeren, maar ik bedoel er niks fucking racistisch mee. En nu raak ik mijn TikTok-account kwijt en ben ik bang dat ik ook mijn Insta-account kwijtraak, omdat iedereen zo pressed is. En ik neem het ze niet eens kwalijk, want ik vind het gewoon zo sneu dat deze wereld nog zo in elkaar zit, dat mensen zich aangevallen moeten voelen door mijn haar. I mean, ik vind het gewoon een coole haarstijl die ik gewoon een tijdje wou. En dat heeft niks te maken met wat ik van een bepaald ras vind of whatever. Ik zie helemaal geen verschil. Ik ben gewoon hetzelfde als ieder ander. En zij zijn toch allemaal hetzelfde als ik. En we kunnen allemaal hetzelfde haar, dezelfde kleding of alles anders. Dat is toch gewoon oké. En nu voel ik me gedwongen om het eruit te halen omdat mijn carrière op het spel staat. Omdat deze fucking wereld zo in elkaar zit dat mensen zich niet geaccepteerd voelen. En ik vind het zo verdrietig. Echt gewoon zo verdrietig. Nou, weet je wat eigenlijk heel grappig is? Is dat ze zegt dat de mensen die haar racist noemen, omdat ze vlechtjes in haar heeft, het eigenlijk niet gaan kunnen doen, want het ligt aan de wereld. Nou, dan vind ik al een dubieus verhaal. Maar wat gebeurde nou? Die meid is dus de TikTok-account kwijt. Daar had ze een paar miljoen volgers op. Daar deed ze dus die tietjes, die jongleerdansjes. Omdat ze een vlecht in haar haar heeft. En dat mag niet. Want je mag als blanke persoon geen vlechten in je haar. Want dat is alleen maar voor mensen met een donkere huidskleur. Wist ik niet, Dennis, maar blijkbaar is dat dus zo. Dat meisje, ja, ik weet het niet, ik zie nog steeds gewoon een blank meisje met verschrikkelijke lelijke vlechtjes. Ik zie er niet iets zwarts in,
Maar blijkbaar kan je dus op een gegeven moment zeggen... ja, maar dit hoort alleen maar bij die huidskleur. Dat is van die huidskleur. Dus dan mag jij... Jij mag geen vlechtjes, want jij bent blank. Maar dan denk ik, als je dus op die manier gaat denken... dat het een beetje een rare wereld wordt, wat zij al zegt. Want dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van tegen people of color... zoals negers tegenwoordig heten. Ah ja. Dan kan je ook zeggen van, ja oké, okay, maar telefonie bijvoorbeeld... dat is een blanke uitvinding, hè, een meneer Bell. Dus ik wil niet dat die gasten gaan bellen. En vliegtuig, Anthony Fokker, was ook een blanke. Dus ik vind dat donkere mensen ook niet mogen vliegen. En nou, riolering, ook zoiets. En noem het allemaal maar op. Dus ik... Mag mijn vader dan nog kaas verkopen? Ja, kaas mag wel voor een blanke. Maar als hij mag geen donker persoon aannemen. Dat doet hij ook niet natuurlijk. Dat is verschrikkelijk eigenlijk al die mensen. Maar dat mag niet, want een donker persoon... Als ik een donker persoon nu met een haring zie, die sla ik hem uit zijn handen. Dan zeg ik, hey, dat is onze haring. Dat mag niet. Het enige wat jij mag eten is een banaan. Nee, maar zo gek wordt het dus op een gegeven moment. Nou... mag een donkere man op een fiets rijden? Nee, is een blanke uitvinding. Hij gaat maar lekker lopen. Ja, en niet op schoenen, want dat hebben wij ook uitgevonden. Gewoon met die blote kakkies langs de weg lopen. Ja, en niet op een gegeven moment als je een pijn in je poten krijgt... een paracetamolletje nemen. Ook onze uitvinding. Je gaat maar lekker op een stukje hout zitten kouwen daar in het bos. Dat doen jullie. Wij nemen een pilletje klaar. Oh, wacht nog eventjes. En als je op een gegeven moment denkt... ik wil dat pilletje wat je niet krijgt... overigens met een slokje water nemen... waterleidingen. Hebben wij. Dat is van de Romeinen. Oude Romeinen. Waren blanken. Zoiets. Dus gewoon lekker met een vaas op je hoofd. Op die botervoetjes lopen. Totdat je bij de put bent. En dat zuip je dan maar op. Ja. Nee, want zo is het. We doen lekker gewoon zelf. Wij doen onze dingetjes. Jullie doen jullie dingetjes. Hartstikke leuk. Maar hebben ze wel vlechtjes? Ja, ze mogen alleen maar vlechtjes. Wij zullen nooit meer vlechtjes doen. Nee, nooit meer vlechtjes. Jullie dingen. Wij onze dingen. Heerlijk. Nou zeg, wat leuk, want zo'n beetje alles is uitgevonden door een blanke man. Maar zijn er nog echt uitvindingen vanuit die hoek dan? Zeker. Pindakaas, dat is geen grapje, is een Afrikaanse uitvinding. Oké. Okay. En er wordt gezegd dat het stoplicht een uitvinding is uit Afrika. Maar dat is vreemd, want auto's hebben wij weer uitgevonden. Dus misschien gingen ze dan, weet ik veel, op een leeuw. En dan rood en dan... ja, we kunnen weer horen. Ja, weet ik veel wat die mensen doen. In ieder geval, dat gaan we allemaal niet meer doen. Gosh, echt wat fijn. Heerlijk. Ja, nee, maar Lisa... Zijn uitkeringen eigenlijk ook een blanke uitvinding? Dan wordt het helemaal een zootje. Of mag ik dat niet zeggen? Nee, dat wordt een zootje. Weet je wat het is? Op het moment dat ik dat nu zeg, dus dat er blanke dingen zijn wat zij niet mogen, zullen mensen zeggen, dit is racistisch. Ja. Maar op het moment dat je dat andersom doet, is het niet racistisch. En dat maakt het dus gelijk alweer racistisch. Kijk, ik hou ook gewoon van donkere dingen. Ik hou van... Blikje Fernandez. Lekker. Heerlijk, Fernandezie. En weet je wat wij bij Fernandez drinken? Kip! Lekker kippetje. Kip. Kip met mais. Heerlijk. Zeggen ze waarschijnlijk ook van ja, dat mogen alleen maar donkere mensen eten. Oh. Vind ik niet. Ja, ik vind dat we alles mogen gebruiken, eten wat we willen. Vlecht is een jaar. Die donkere jongen mag gewoon schoenen aan en op een fiets zitten. Jullie mogen ook haring eten. God, wat een droge kip zeg. Jullie mogen ook gewoon bier drinken. Ga je doen? Ja, ga maar door. Jullie mogen alles... van ons. En wij willen gewoon vlechtjes. En wij... Nou, ik denk dat dit het einde YouTube wordt. Ik denk dat we dit niet moeten doen. Nee, dit... Nee. Dan, doe dat maar niet. Ik heb ook opeens zin om overal kinderen te maken en er niet voor te zorgen. Lekker man. Heerlijk. En laat die meid gewoon de TikTok-account houden. TikTok is daar van Chinezen. Nee, die zijn lekker met mensenrechten bezig. Ik had toch wel heel erg. Ja. Lekker kippie. Huh? Ze zou eigenlijk ook langskomen. Zodat iemand haar adviseerde om het niet te doen. Ik denk als diegene er terugkijkt dat hij achter zijn advies staat.
Hey Sarah, met jou Roos. Met wie? Met jou Roos. Oh, hey. Hoe is het? Goed. Ik wil zeggen dat jullie flesjes heel mooi staat en dat je ze gewoon in moet houden. Ik heb ze er al uitgehaald. Echt? Ja. Omdat je bedreigd wordt erom. Sorry? Omdat je bedreigd werd. Ja, maar het is toch een beetje, belachelijk dat je wordt mensen persoonlijk aanvalt als je vlechtjes in je haar doet. Dat is toch raar? Ik heb er nu eens mee verdiept en ik weet nu wat meer van beide kanten. Dus iedereen kan daar natuurlijk zijn eigen mening over geven. Maar ja, natuurlijk vind ik het heel jammer, want ik vond het een hele leuke haarstel. Alleen ik snap niet ook wel waar het vandaan komt. Maar waar komt het vandaan dan? Want ik snap het even niet. Ja, dit is zeker voor jouw YouTube-programma, of niet? Nee, joh, ben je gek. Ik zeg gewoon lekker kip te eten. Hey, hij doet het allemaal op TikTok. Zijn ze gek op dit soort verhaal? Ik weet dat jullie nu aan het opnemen zijn. Hey, Jan staat helemaal aan jouw zijde. En hij maakt nu een statement door middel van een maïsgolf, een beker kip en een blikje Fernandez. Oké, okay, en hoe zit dat in elkaar dan? Dan zie je zeg maar hem etend achter een tafel. En dan laat hij zien dat hij als witte man ook dingen kan doen die bedacht zijn door zwarte mensen. Oh, heftig. Ja. Volgens mij was kolonel Sanders was blank van de KFC. Dus eigenlijk mogen er ook geen donkere mensen bij KFC eten. En kan KFC ook gelijk opdoeken. Zo is het ook wel weer. Maar wat heb je nou uitgevonden wat er mis is met vlechten? Ik heb er nog niet super die mee verdiend, maar wat ik ervan mee heb gekregen, wat ik online wat naar mij gestuurd is. En ik weet dus niet 100% of dit klopt. Ja. Maar het komt in ieder geval ook deels nog uit de slaaptijd. Ja. Waarin zwarte mensen die haarstijl in hadden om op het land te kunnen werken. Ja. En ook deels dat het op een gegeven moment niet netjes was. En dat bedrijven zwarte mensen dus niet aannamen die haarstijl hadden. Ja. En nu in één keer blonde mensen dus ook met die haarstijl gaan lopen en wel gewoon worden aangenomen. En dat er dus ook een beetje range zit, maar hoe het precies zit, dat weet ik dus niet. Ja. Maar ik weet wel dat het in ieder geval een heel gevoelig punt is voor heel veel mensen. En ik wil natuurlijk niet best pijn doen zonder dat mijn voeding is. Nee. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik heb besloten dat ik het eruit haal. Ja, nou, ik vind het allemaal gelul. Ja, we zwaarder dan de godverdomme. Ja, iedereen mag even. En hadden die slaven niet wat meer te doen dan haren vlechten? Dus hartstikke veel werk. Ja, ja, maar ja, goed. Misschien dat wij straks ook op een soort van begraafplaats liggen. Niet alleen jouw TikTok-account, maar wij hier nou ook bij YouTube. Hey. Ja, dat soort uitspraken zou je het niet overleven. Nee, precies. Nee, want je wou eigenlijk deze week langskomen, maar dat ging niet door. Ik kan me voorstellen dat je management nu zegt van dat was geen hele gekke keuze. Nee, ik denk als zij achteraf straks jullie video gaan kijken, dat ik dan denk, nou, misschien handig dat ik er niet bij ben geweest. Nee. Ja, nou misschien al handig ook dat je haar niet laat vlechten de volgende keer. Goed, maar Lies, ik heb Jan net wel blij gemaakt met dat je er dan volgende week zou zijn. Nou, ja. Heel Nederland kijkt mee. Jan is al kip etend, kijkt hij ook verheugd. Je gaat wel niet lopen cancelen, hè? Alleen maar omdat ik kip eet. Nee, lekker kip eten als jij daar gelukkig van hoort. Zo is dat. Dus volgende week ben je erbij? Ja, dat ga ik even vanuit van wel. Mocht er niks tussen komen of whatever, dan in principe ben ik erbij, toch? Nou, dat komt wel tussen. Als we het niet weer over dit soort onderwerpen gaan hebben, dan ben ik er wel bij, ja. Vind je het prima als in die uitzending zowel Jan als ik onze haren hebben ingevlochten? Nee, zeker dat ik dat niet prima vind. Nou, meid, je hebt één gelukkie. De laatste keer dat er bij mij wat ingevlochten is... waren er hier nog niet eens mensen van kleur? Maar vind je het dan wel prima als we allebei een soort van hoedje op hebben, gekleurd paars met een gouden rand omheen met een veertje erop? Nou, dat kan al helemaal niet. Jullie zijn echt wel heel erg hoor. Wat is er mis met een hoedje dan? Wat is er mis met een hoed en een veer? Ja. Dat was Robin Hood, hè? Die was ermee begonnen. Ik kom nu aan op het stand, ik ga lekker uit eten. Ja, ga lekker uit eten, meid. Ja, kip. Ga je kip eten? Mag niet. Kip, nee. Heel goed. Ook geen watermeloen of maïsgolven. Mag allemaal niet. Doei. Tot volgende week. We verheugen ons erop. Ik vond een leuke meid, maar die zien we nooit meer. Ik heb niet het idee dat ze volgende week luistert. Oh, dan heb ik lekker kip zitten eten. Ik denk dat ik zo lekker naar huis ga en een WW aanvraag.
Dan zijn we weer bij het rubriekje, Jan. Patty, Patty, Patty! Nee, kom op. Transformers! Transformers! Want we hebben een nieuw transgender meisje in ons midden. Ah, wat leuk. We hadden er nog niet genoeg. Na Jessie Maya, Nikki Tutorials, Alice Allstorn hebben we nu... Wie is dat? Hoe noemt ze zichzelf? Je lokale transgender. Leuke naam. Dan koketeer je er wel redelijk mee, toch? Ja, dan zeg je wel wat je bent. Ja, dan zeg je wel wat je bent. En zij wil een statement maken en plaatst een filmpje op TikTok. Oh, dat mag wel. Ja. Heeft je niks zwarts om zich heen? Nee. Oh. Komt-ie. Weet je wat ik nooit ga begrijpen? Echt letterlijk nooit. Dat zodra mensen weten dat ik trans ben, meteen zeggen... Oeh, transformer, oeh. Ten eerste, ik ben geen auto. Ten tweede, ik ben geen robot. Dus kunnen jullie alsjeblieft ophouden met dit, want ik vind het echt... Heeft iemand op de dag gezet? Vind ik wel weer grappig. Dus ze maakt haar statement. Hè. Het is wel een ding dus geworden. Dus ik hoor dus echt dat als ze dan nu mensen loopt die omgebouwd zijn, dat ze wel eens nageschreven krijgen. Ja, dat hoor ik ook. Maar goed, jongens, dat is grappig bedoeld. Ja, weet je, ik vind zo, als jij jezelf laat ombouwen, iedereen ziet en weet dat. Ja, sorry hoor, maar dat vaak zie je dat wel. Maar het is toch ook dan prima? Dan kun je toch beter een beetje om lachen. Ja, maar dat is toch ook prima? Ja, nee, ja dat lijkt me ook. Ja, luister, over jou worden grappen gemaakt over je haar, over je moeder, over je tia's. Over mij wordt al gezegd dat ik dik, kaal ben en blind. Nou, dat klopt ook eigenlijk allemaal. Ja, dat, en als je er omgebouwd bent, ben je toch omgebouwd? Dan ben je... Nou, ze noemen zichzelf nog je lokale transgender, dus ze vindt het zelf ook. Maar... Ja, we hadden dit filmpje geplaatst. Ik dacht, haha, leuk. Nou, toen kreeg ik berichten van de gehele community dat ik een walgelijk mens was. Kijk dat als je dan berichten krijgt van mensen met een Palestijnse vlagje en zo'n regenboogvlagje. Ja, dat zijn altijd dezelfde gekkies. Ja. Op Twitter is dat mensen met een EU-vlaggetje. Die reageren ook altijd. Dat je denkt, die moet gewoon opgesloten worden. Nou ja, ik heb... En zo'n regenboog doet het ook tegenwoordig. Op Instagram is de regenboog / Palestina. Die sturen dan naar je, bij gewoon walgelijk mensen. Maar eigenlijk moet je gewoon dood. Maak een grapje en dan krijg je terug, je moet dood. Ja. Nou, dat is heel inclusief, maar jij mag er niet bij. Ja, precies. En we hadden dit filmpje gedeeld, die had iemand anders gemaakt. En toen maakte ze een nieuw filmpje. Oh, boos waarschijnlijk. Nou, er is wel een verbouwing bij je gelukt. Nou. Volgende. Je lokale transgender neemt wraak. Hoi allemaal. Ik denk dat de meeste van jullie wel het account Roddelpraat kennen. Ze hebben ook een YouTube-kanaal. Dat zijn met deze twee mensen. Dat is Dennis, nog wat eens. En dat is een of andere zak. Ik ben van een account gepost. En ik ben niet de eerste die belachelijk wordt gemaakt als transvrouw. Voor mij waren Alice Allstorn en Jessie Maya. Die werden belachelijk gemaakt in hun video's. En nu ben ik de volgende. Ik weet niet of je het kan lezen, maar als caption staat hieronder zojuist in de mailbox gekregen. Weet je wel, van Transformer. En het is eigenlijk best wel belachelijk, want ik ben nog maar een tiener. Oh. En dat zijn twee volwassen mannen die wij belachelijk aan het maken zijn. In de comments staat ook mijn deadname en zijn meerdere dingen van mij gewoon online gegooid. Waar ik niet zo blij mee ben, dus als jullie dat alsjeblieft zouden willen reporten, zou ik echt heel erg dankbaar zijn. Dank jullie wel. Nou, ik moet wel zeggen van dit transmeisje. Meestal zien ze er wel vrouwelijk uit. En op het moment dat ze beginnen te praten is het... Ja, ik heet nu Angela. En deze heeft wel een zoetgevoiced vrouwelijk stemmetje. Dan zijn we nu bij hetgeen waar het moet gebeuren, Jan. Zeker! Vlammende bammen, rammende knallen. Het is tijd voor het reclamebokje. Nou, dan beginnen we bij onszelf. Ja. Het is al simpel, jongens. Dit fantastische, prachtige, onafhankelijke programma kunnen we alleen maar maken door jullie. En dat is Nederland voor jullie. Wij vragen aan jullie om ons te steunen, zodat we dit kunnen maken. Eigenlijk ook een nieuw programma waar we mee bezig zijn. Weet je wat eigenlijk wel heel pijnlijk is? Als ik zo zie hoe dit gaat, is er meer steun voor Tukkertje dan voor ons. Ja, dat is inderdaad vervelend. Maar goed, als jullie denken van we geven deze twee gehandicapten ook wat... Roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. We zijn jullie dankbaar. En omdat jullie 5 euro'tjes doneren, geven jullie wat terug. Jullie krijgen een knipknap kroppertje van deze uitzending. Dingetje die er niet in konden. En die krijg je 1 keer per week in je doosje. Ja, want zowel als Tukkertje en Localboy Gerrit, die hebben een uitkering.
Daar komen wij nog net niet voor een aanmerking voor. Wij hebben niks. Maar wel dus, omdat we dan van die mensen houden, een extra uitzending. Waar we heel veel. Dus het geld kan allemaal een tuggetje gaan. Dan stopt, dan rijdt Gerrit straks in een Ferrari. Wat zou er wel leuk zijn als Jan zijn oude autootje kan onderhouden. En jullie ook kunnen kijken naar die fantastische extra uitzendingen. Dus... Het is wel erg. Die stiefvader, Lokcowboy, heeft straks een betere auto dan ik. Ja. Rare terwijl wereld. Wij hier alweer geroepen. En alleen maar donateurs kwijtraken. Dus jongens, rare wereld. Kom bij ons. Dan zit je in een hele warme familie. Rolpraat.dekking.org. En dan laat je die. En dan dat geld wat je bij Poont of geen stijl hebt laten lopen, trek je dan terug. Want geen stijl heeft gewoon een miljoen omzet. Het is ongelooflijk. Ja. Je kunt het wel missen. Wat denk je wat Poont binnenmarkt? Het is ook miljoenen. Nou. En wij niks. Nee. Nou. Dan gaan we nog een keer naar ons nieuwe shirt. Ja. Ja, kijk eens eventjes. Prachtig. Bij ons in de shop. Rolpraat.shop. Kan ook via onze website rolpraat.nl. Zie je het ook. Deze prachtige oranje shirts. En je kan je eigen naam laten maken. In mijn geval is dat Jan Roos. En bij Dennis is dat? Dennis. Leuk. Dennis, hè. Kijk, want als je dan weer naar het centrum van de stad gaat, kun je daar in elkaar laten slaan en je auto laten slopen. Maar je kunt ook met zo'n shirt erin, met je Instagram naam erop. En als al die dames dat dan zien, dan sturen ze je berichtjes. Ja, bijvoorbeeld. Je kunt alles op laten zetten wat je zelf wil. Ja, of bijvoorbeeld je komt uit Twente en je gaat voetbal bekijken in Almelo. Dan zeg je gewoon, hup, Heracles. Kun je gewoon erop zitten. Ja. Zo simpel is het. Zo makkelijk is het gewoon. Ja, want er zijn veel... Of Heracles hooligan. Ja, want dat loopt heel gevaarlijk. Ja, goed. Voor elke stad een eigen t-shirt. Lekker man. Ja. Maar goed, dat kan je dus doen en je kan wel meer kopen bij ons in de shop. Bijvoorbeeld deze prachtige bekers. Mwah, heerlijk. Ja, en er komt binnenkort onze app. Komt er binnenkort aan. Echter zijn wat problemen vanuit onze kant betreffende de afbetaling. Daar kunt u ons ook in helpen, zoals eerder gezegd. Dan zijn we bij een nieuwe adverteerder. En dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Want we hebben heel vaak oude adverteerders. Mensen die ons vaststeunen. Waar we van houden. Waarvan we een intieme band hebben. Waar we eigenlijk de liefde mee bedrijven. Nou ja. Vertel eens, wat is de nieuwe adverteerder? Nou, die wil graag dat jij het vertelt. Ach, wat leuk. Spoedenergie. Spoedenergie? Let op, daar komt-ie. Bent u benaderd door een energieverkoper en bleek het achteraf duurder per maand te zijn dan voorgespiegeld? Spoedenergie? Los dit op en zet je snel terug naar je betrouwbare energieleverancier. Nu moet ik nog een stukje tekst lezen, maar ik wil gelijk even ingrijpen. Ja. Als jij zit ingeschreven bij de KVK, dan verkopen ze dus je adresgegevens, je telefoonnummer, voornamelijk aan energieboeren. Ja. Ik heb er geloof ik wel 5 per week aan de telefoon. Ja. En dan zeg je, nou, ik heb er geen behoefte aan. En dan beginnen ze vervelend te worden. Hè? Ja. Dan zeggen ze, maar wil je geen goede deal dan? Wil je geen goede deal dan? Dan er toch op. Maar daar is spoedenergie voor, om je uit shit te trekken. Spoedenergie haalt je weer terug uit de shit. Als je wel in zo'n verkooppraatje bent getrapt van zo'n verschrikkelijk mens. En wat ze nog meer doen is met spoed een energieleverancier aansluiten bij een verhuizing, bewindvoering, problemen of klachten. Veroorzaakt door bijvoorbeeld een callcenter cowboy. En dat is dat tuig dus wat je deelt belt. Ja, we hebben een hele goede deal. Maar van wie bent u dan? Ja, van de energie. Ja, van de energie. Wat dan van de energie? Je moet gewoon lekker naar spoedenergie, want die helpt je uit de stront. Enfin, als afsluitende grap misschien leuk. Bel ze dus als je gekut hebt met je energieleverancier. Oh, dat als afsluitende grap misschien leuk had ik niet moeten opnoemen. Nee, maak de grap maar. Ja. Bel ze dus als je gekut hebt met je energieleverancier. Zelfs zijn ze overigens wel betrouwbaar. Dat hebben we gecheckt. Wat nou, ik denk dat grap. Ik volgende keer de grappen moet snijden. Ja. Dit is mager. Maar in ieder geval, spoedenergie. Prachtig bedrijf. En ze helpen jou uit de shit. En wat denk je wat de website is? www.spoedenergie.nl, gok ik. Ja, heel goed gedaan. Goed, top. Mooi. En dan gaan we ook naar onze andere sponsor. Het Stukendoor Collectief. Fantastische sponsor. Pak hem maar op, Danny. Ja, het Stukendoor Collectief doet eigenlijk alles. Aanbouw, afbouw, latex spuiten. Zeker, en stuken. En is een beetje heel goed stuken. En tegenwoordig doen ze zelfs ook verven en badkamers. Het bedrijf wordt groter en groter. En dat komt door ons. Want er zijn wel eens mensen die mij benaderen. Ik wil wel bij jullie adverteren, maar dan dat levert misschien helemaal niks op. Nou, Stukendoors Collectief. Stukendoor Collectief. Oeh. Die deden eigenlijk helemaal geen badkamers en verven. Maar omdat ze zoveel succes en progressie boeken via ons, wordt het bedrijf alleen maar groter en groter. Ze groeien nog sneller dan mijn pinch. Dus niet te geloven. Dus moet er ook maar iets gebeuren in het huis. Stukadoorcollectief.nl. En als jullie een offerte aanvragen en je tekent hem en je zegt dus, nou, ontzettend leuk Stukadoorcollectief, ga lekker maar doen wat je wil. Laat die Roemenen maar aankomen en mijn huis helemaal mooi maken. Als je dat accepteert, dan mag je iets uitzoeken uit onze shop. Bijvoorbeeld een mooie trui of een oranje t-shirt. Precies.
Goed. Was dat het? Wat missen we dan nog? Ja! Nog een adverteerder. Like even de video. Ja, like de video. En nog iets. Er was nog, ik moest altijd iets zeggen. Abonneer. En volg ook op Instagram. En volg ons op Instagram ook. Dan zijn we geshadowband. Wat zijn we daar ook geshadowband? Ook. Is Instagram nu ook alweer boos? Jan, pak hem maar op. Wat? Dit. Oh. Ja. Nou, we kennen allemaal Fabiootje Volkers. Dat is die blonde meid met die dikke reet en die grote tieten. Haar werk is volgens mij hoertje, is het niet? Nee, OnlyFans. OnlyFans. Je kan ook met haar afspreken om met haar te wippen, vriend. Nee, dat is niet waar. Jawel. Van wie daarbij? Dat heb ik gehoord. Van wie? Nou, dat is ook een soort escort. Nee. Ja. Echt? Ja. Ik wist dus, dat vind ik dus wel een beetje apart. Ik heb dus, wist je nog dat ik die vriendin had, die Natasja, die met die Servische. Even kijken, hoeveel geleden was dat? 4 of zo, 4, 5 geleden. Oh, dat hele dunne konijn. Ja. Lange. Ja. Met die grote tanden. Ja, ja, ik weet het. Ik noemde altijd Soef de Haas. Nee, dat is het model. Ja, nou. Ja, Soef de Haas. Maar ik vond het wel knapper dat je nog een dunner hebt gevonden. Dat is Eva. Maar ja, die is door het sleutelgat gekropen en die zien we nooit meer terug. maar wat is er mee? Wat is er met die, hoe heet het? Met Soef. Wat is er met Soefie? Natasja is nu... Natasja. Wat is Natasja nu? Het was dus wel mooi. Natasja die kwam dus hier en die had de VMBO net afgerond of niet. Weet ik ook niet. En die ging ineens vertelde ze mij naar de universiteit. Van de VMBO naar de universiteit? Ja, dat vond ik ook zo raar. Netjes. En, maar nu doet ze ook mee met Fabiola en de filmpjes op de OnlyFans. In de blote kontje? Ja. Niet? Ja. Nou, dat is de universiteit van het leven geworden. Oh, meen je niet? Ja. Mag ik dat ook zien? Nou ja, ik heb die beeld niet. Oh. En ik heb die familie al vaak genoeg aan het telefoon gehad. Ja, en ik zou geen ruzie zoeken met Servius. Nee. Niet doen. Precies. Dus. Maar goed, het gaat nu om Fabiola. Ja, jij moest hem oppakken. Ja, pak hem op. Nou. Fabiootje die zoekt natuurlijk ook klantjes. Dus op Instagram dus kan je heel veel van de tietjes en de kontjes zien en zo. En toen werd er een vraag gesteld. Want dan vraagt ze dus op de story, stel mijn vraag. En de vraag was, zou je Boef pijpen? En Boef is een van de criminele rappers die we hebben. Ben je ook bij Kees de Kort? Spek. Ali B. Ah, bij Ali B. Nou, de vraag was, zou je Boef pijpen? Je zou kunnen zeggen van, dat vind ik een beetje een impertinente vraag. Hou het eens even een beetje netjes. Maar Fabiootje, die reageert zo. Ja, komt-ie. Banaantje en hop, in het huigje. Dat geluidje is niet heel erg lekker. Nu vraag ik me af, gaat Fabiootje nu van Instagram gegooid worden? Want ze zit hier gewoon een banaan te vreten. En volgens mij mogen blanken geen bananen eten. Nee. Nou, ik bedoel dus als zij met de banaan mag, dan kon ik net ook wel even een banaan gooien. Ik hoop het. Ik hoop het, dat ze het overleven op YouTube. In ieder geval... Maar wat vind je van dit statement? Nou, het is, volgens mij is het antwoord ja. Ik denk alleen dat rapper Boef niet zo'n grote fluit heeft als die banaan die in haar keeltje verdween. Maar joh, ik zou zeggen, leuk antwoord. Ik denk dat ze meer klanten heeft gekregen hierdoor. Ja? Zou jij haar doen? Nee. Ja, je valt alleen maar op graag maar. Ik heb haar ontmoet, ik vind het niks. Een paar keer zelfs. Jij? Ja, 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 zeker. Echt? Ja, ik hou van vrouwen met vlees, joh. Heerlijk. Heerlijk! Overigens is het ook geen keuze. Want als ik bijvoorbeeld op zo'n Evaatje of op Soef zou gaan liggen... Ja. Dan hoor je alleen maar al die ribbetjes breken. Sterker nog, toen zij nog met Soef, Natasja, toen ik daar nog een beetje zo half mee liep en hun al een beetje vriendinnetjes werden, toen werd me dat zelfs aangeboden of een keer met z'n drie. Maar ik wil dat niet, ik heb daarvoor bedankt. Wat? Ja, kom op, ik vind haar gewoon heel ordinair. Ik vind haar best een aardige vrouw, want ik heb wel eens met haar gesproken. Maar ik vind maar je hebt een triootje afgeslagen. Ja, klopt. Maar toen wou ik dus wel met een andere vriendin van Natasja. Een triootje? Nee, gewoon, dan zou ik daarmee gaan. En dan zou Reinoud, ken je die nog? Die nu van Nieuw Nieuws geboomd is. Ja. Die zou dan met Natasja gaan. En dat heeft me de relatie gekost. Nou, dus je hebt partnerruil gedaan? Nou, dat wou ik. Dat bood ik. Dat heb je voorgesteld? Ja, waar iedereen bij was. Ik dacht, lekker. En toen zei ze, nou, dat doe ik niet.
Want ik ben een net meisje en daarna is er de porno ingegaan. Nou, toen begon ze hier te huilen en toen is ze de hele nacht heb ik naar haar gezocht. In januari op straat. Samen met Reinoud. En, toen, nooit gevonden? Nou, toen langzaam weer licht werd, zat ze huilend achter mijn auto. Achter je auto? Ja. Pff, die is wijfje. Maar, en daarna is de porno ingegaan? Ja. Daar is ook nog commercieel model. Wat jij, allemaal met die meisjes doet, hè? Ongelooflijk. En ik ben nu weer op zoek. Dus denkt u nou, dit lijkt me ook leuk. En Evaatje, die is die aan het tippelen ergens nu? Nee? Nee, Eva komt uit een hele christelijke gemeenschap. Nou, dat zou je niet zeggen. Ze vond het lekker om een paar klapjes te krijgen tijdens de seks. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Jullie zijn onze vrienden. Steun ons. Koop truien. Koop oranje shirts. Maak er iets moois van het leven. Hup Holland, hup. En tot ziens. We zien jullie graag bij de extra uitzending. Much love en kisses. Wil je nog een stukje kip? Nee. En ja, volgende week Lies Sarah. Stuur haar een berichtje.